Ik ben de vogel. Ja, dat is waar. En toen die kachel. Nou, ik denk dat hij wel, nou, over de 100 kilo, misschien wel 150 kilo, weet je zo. Niet te doen. Dus Boy en ik... komt hij ongeveer. En dan, de kast gaat natuurlijk weg. En dan aan de achterkant van die kast, daar komt dan een plank. Er wordt een deurtje. Een productief dagje hebben wij gehad, hè? We hebben een hoop gedaan vandaag. En we sluiten hem af bij... Leukste vlog. Uiteinde? Ik ben de vogel. Ja, dat is waar. En ik ga vandaag een vlogje maken. Want... Drukke dag. We hebben vandaag een drukke dag, hè? We gaan naar een kort verjaardagje. Ja, we hebben een drive-in verjaardag. Dan nog even een nieuwe auto kopen. En... Daarna moeten we even voor de keuken nog even wat tekenen. En dan gaan we kijken voor een andere auto, hè? Maar nu eerst even ontbijten. We hebben net brood gebakken. Lieve Boy heeft brood gebakken vannacht natuurlijk door de machine. Oh. We gaan even een sapje maken. En dit, ja. Als jullie het kennen, ja, ik weet het. Van de vorige vlog, hè? We hebben die een keer in een vlog hebben we die gekocht. Ik weet niet meer wanneer. En mama. Maar die heb ik al een paar keer gebruikt. En hij werkt op zich wel super relaxed. Dus ik ga jullie daar even laten zien hoe het werkt. Ik wil... Dus mee gaat het in de machine doen, denk ik. Ik wil hier uit drinken. Oh, dat is een koffiebeker. Nee, dat is goed. Gaan we deze even snijden. Eerst moet de bovenkant eraf. Oké. Okay. Dat weet ik al. Hé, hey, mag ik een beetje om dit te zien? En dan zet je deze dus met dat snijding erin. En even een klein beetje druk zetten. En dan kun je hem dus aan de bovenkant kun je hem zo dus draaien. Ja? Ja, jij mag draaien. Maar. Ja, kijk hoor. Dan haal jij de andere. Ja, maar kijk welke kant op. Ja, deze kan dan een beetje duw ook. Oké. Ja? Dan voel je een beetje wanneer je bij de bodem bent. Bijna. En anders kun je hem ook gewoon nog een keer doen. Kijk, en dan haal je hem eruit, een beetje wiebelen. Dan even hier. Kun jij hem zo doen? Zwaar hoor. En dan heb je hele mooie schijfjes eigenlijk. Kijk, daar is die. Cool hè? En dan kan je ze zo eraf halen. Ja, maar duwen. Tegen de zijkant. Ja? En zo, dan kan je dus beter daar in de machine doen. En je moet ze mij, hè? Ja, niet te veel omgieten. Drinken. Kijk, ja, nu hebben we een soort bekertje gemaakt. Zie je dat? Mam, ik wil een beetje... Wil je sap drinken? Ja. En? Het is nog een beetje bitter, hè? Proef jij eens? Ja, nee, ik weet het. Ik vind het lekker, maar... Nu is mijn mond erop. Zo, en dan doe ik ook de sap gewoon erin. Dus dat is makkelijk. En dan zet ik hem er nog een keer op. En soms breekt dat ding ook af. Nu even niet. Dus dan draai ik hem er gewoon nog een keer op. En dan kun je helemaal tot aan de bodem kun je het eruit halen. Dat is wel heel makkelijk, vind ik. Oh, dat was de bodem. Kijk, en het leuke vind ik... Nee. Is dat als het hier dan zo is, dan kun je hem helemaal leeg knijpen. Kijk, zie je dat aan de onderkant? Er komt al het sap er nog uit, zie je? Dus je benut echt heel de ananas. Ik zit jullie een beetje van boven te vloggen. Nou, en dan komt de mango. Dit blijft toch wel een van de meer favoriete sapjes. Hè? Dus ananas, mango, sinaasappelsap en passievrucht. Toch?
bij deze hadden we gekocht. Deze merk. Zo. Dat doen wij altijd. Oh ja, en als iemand nog een goede tip heeft om een mango te snijden, laat het even weten in de reacties. Ik loop hem altijd maar een beetje kaal te schaven. Ja, zet hem aan. Bovenste. Ja. En dan gaat alles erin. Hier pas die vruchten. Nou, twee, hè. En dan natuurlijk gewoon twee. De sinaasappelsap. En? Oh. Nou, dan worden er één minder. Even leeg knijpen, hè. Want de schil kan er niet in. Ja, en de rest is voor Jasmee. Nou, volgende. Dan kunnen we hem daarna weer aanzetten. Zo. Alsjeblieft. En aangekleed. Hè? Wat heb je aan? Je mooie K3-pak. Hij is echt leuk en hij is super zacht van binnen. En wat is dit nou? Open haard. De open haard. Ja, deze sticker moet er toch aan? Nou, daar maar heel veel zitten nog. Ik weet niet hoe dat er precies afgaat. Of dat dan weer netjes eraf gaat. Nee, je kent het wel. En hoe gaat die open? Ja, zo. Wow. En als die open is, dan is het heel heet allemaal, hè? Ook dat zijkantje. Als de kerstman komt, kan hij daar cadeautjes in leggen. Ja, moet hij niet aanstaan, dan zijn alle cadeautjes weg. Hè? Maxi? Hé, hey, doen ze beide? Ja. Kijk, hier zit zo'n stemmetje. Hé, hey, en wat horen we allemaal van Harry? Papa is hout aan het maken voor de open haard, maar eigenlijk moet zulke hout. Zulke houtjes, ja, maar die gaan er ook wel in. Maar ook die pallet, die kan er ook in. Laten we eens even kijken. En hier hè? Komt nog een staan. Ja, hij wordt dinsdag wordt hij gemonteerd. En kijk, dit ik mag hem uitkiezen in het echt. Ja, Jasmee heeft hem uitgezocht. In het echt, hè? Ja, het was nog wel lachen ook, want we zaten op de bank. En toen ging de bel en die zei, we hebben een pallet voor je. Nou, op de zaak zijn we dat natuurlijk wel gewend, maar niet thuis. Ze zei, een pallet om 8:00 s'avonds. Maar we wisten dus niet dat hij hier thuis geleverd was, of werd. Dus nou, wij die pallet bij de achterdeur neergezet. En leeg gehaald. Dat ging allemaal prima. De jongen zei ook nog, nou succes hè, want hij is best zwaar. We dachten, ja, dat komt wel goed. En toen hadden we eerst dus al die pijpen en al die andere dingen hadden we eraf gehaald. Dat woog allemaal niks. Ja, en toen die kachel. Nou, ik denk dat hij wel, nou, over de 100 kilo, misschien wel 150 kilo weegt of zo. Niet te doen. Dus Boy en ik, wat is er? Nou, ik zat daar spieken. Ja. En mama, ga maar op de bank. Ga maar op de bank zitten. Ja, om 8:00 ging natuurlijk de bel. Dus Jasmee lag net op bed. En toen was ik ook super. Ondertussen we haar aan het uitknijpen van het bad. Die was ook super enthousiast over dat hij er eindelijk was. Dus wilde hem natuurlijk heel graag zien. Nou, ga maar op de bank zitten. Pap, mama gaan hem proberen naar binnen te halen. Dus we hadden allemaal die pallets hadden we allemaal zo één voor één ja, uitgestippeld, zeg maar, richting de deur. Ja. We moesten hem niet in elkaar zetten. Nee, we mogen hem niet in elkaar zetten. Nee, dat ding was zwaar. Dus Boy, een heel klein stukje omhoog tillen, dan kon ik hem gauw duwen. En zo hebben we hem dus binnengekregen, want we dachten echt, nou, hoe gaan we dit doen? Uh-huh. Ja, dat zijn schroeven. En toen hebben we hem uiteindelijk, toen we binnen waren, hem op het kleedje gezet. Dan konden we hem natuurlijk makkelijker naar binnen schuiven, want wat een gewicht is dat, zeg. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, die moeten daarin. Goed zo, ja. Nou, we gaan even Maxie uitlaten, want Max wil ook heel graag naar buiten, hè, Max? Ja. Yeah. Rondje. Even een rondje. Klein. Even kijken. Ja, een klein rondje. Even kijken bij papa. Lekker bezig. En we hebben natuurlijk ook wel open haardhout besteld. Maar ja, we hebben toch deze pallets. Dus laten we ze dan maar gelijk gebruiken. En? Ja. Baby. Ja, en natuurlijk. Je is meest zo blij met de kinderwagen. Baby ligt er lekker in. Helemaal leuk, hè?
als ik er niemand op kan, geef ik hem aan mijn nichtje. Ja, helemaal goed. Dus dinsdag wordt hij in elkaar gezet. In ieder geval, dan wordt de pijp erop gezet. En alle gaten geboord om de pijp naar buiten te laten gaan. Hè? Even op je elektrische step. Oh ja. Papa maakt een hoop herrie. Hè? Ik kan je eens zien, hè? Ja. Zo. Maar we zien hem niet, hè? We zien wel jouw mooie kerstman en rendier. Ja. Kijk maar, die heeft ze gezellig neergezet. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Nou, let's go. En kijk, hè, hoe hard hij nog gaat. Stef stuntpiloot. En Max erachteraan. Even het cadeautje inpakken voor Levi. Een Pokémon vlieskleed. Lekker voor op de bank. Hij is gek op Pokémon. En altijd van Charlie. Ja, en hij pikt altijd... Op zijn kamer. Ja, en daar pikt altijd zijn zussenkleedje. Hè? Dan heeft hij lekker zelf een mooi kleed. Helemaal leuk. Gaan we even inpakken? Ik wil deze als Eevee. Oh ja. Voor je verjaardag. Uh-oh. Oh, die hoort nog bij het spelletje van vanmorgen. Ben ik klaar voor? Ja, hè? De confetti-kanonnen hebben we bij ons, het cadeautje hebben we bij ons. Nou, let's go. Zo, komt u maar. Nou, we mogen even naar binnen, want we zijn lekker vroeg. En wij zijn de eerste. Daar is hij. Hey, gefeliciteerd! Wie is de jarig? Hallo! Hey! Hallo! Ja! Ja! Hi, Woehoe, we zijn binnen! Gefeliciteerd, Levi! Ja, wat leuk! Dat is leuk! Levi, je hebt de verkeerde kant! Andere kant op, jongen! Anders schiet je tegen jezelf. Ja, en dan... Woehoe! Hele gave taart! Een goede bakker! Goed zo! Overheen. Ja, en lekker. Hij is lekker zacht, hè? Ja, lekker. Lekker. Ja, dat was super leuk, hè? En weet je wat ik heb gekregen? Ook nog twee Pokémon-kaarten en wat lekkers. Een tasje vol met allemaal lekkere koekjes. Gaan we het thuis even openmaken, hè? Dat hoofd. Ze denken, wat is het dan? Keuken uit te zoeken. In ieder geval, we hebben hem natuurlijk al uitgezocht. Nu is het alleen even bevestigen. Ga je even in dit kantoor zitten? Mm-hmm. Jezelf maken? Ja, ik heb een keuken. Ja. Maar welke zou het worden, welke keuken? Hè? Ja, ik weet het, dat zou ik laten zien. Ja, maar we gaan nog niet aan de kijkers vertellen welke het wordt. We gaan... No. Nee. Nee. Wordt het deze keuken? Of wordt het deze keuken? Met zo'n leuk dingetje eraan. Of deze keuken. Een beetje zo'n beton look. Ja, welke keuken gaat het worden? Wordt het keuken 1, 2 of 3? Spannend! Nou, we hebben even de kachel zo neergezet, zie je? Daar komt hij ongeveer. En dan, die kast gaat natuurlijk weg. En dan aan de achterkant van die kast, daar komt dan een plank. Dat wordt een deurtje. En het is mee, je hebt er al helemaal zin in. Maar Levi, ze zijn super lekker, hè? Ja. Hoppa! Wat zit er ooit in? Kruid. Kruid wil het niet uit je doosje vallen. Dat is ook altijd zo leuk. Het valt het hele doosje. Oh ja. Ja, helemaal band lek straks. Max die snapt er niks van. Hoppa! Gooi ze een beetje dichterbij. Kan je het zien? Bij mij? Ja, gewoon niet op de grond. Doe niks. Ja, iets harder. Uitvinder. Nou joh! Harder! Hoppa! Wow, er komt wit uit! Ja. Ik ga één keer in de plas. Nee, in de plas is het niet, schat. Dan gaat hij uit.
Dus mee doet niet. Ja, naast de plas. Kijk. Ja, nou, dat was hem. Allerlaatste. Oké, okay, knaller. Is hij dan leeg? Ja, ik heb nog. Hé, hey, Jannie, tegen mij. Ja. Gek. Je bent jouw plek bij. Ah! Ik mijn teen eraf. Nee hoor. Deze kunnen je teen er niet afhalen. Nou, weet ik niet. Heb je die? Ja. Auw! Oh, ik schrok me dood. Ah, doet lekker niet. En dat was die. Hij doet het niet meer. Tegen het huis aan en we hebben het gedaan en weet je wat er gebeurt? Hoppa. Kijk, tegen jou aan. Maar tegen mij aan doet hij niks, want het is te zacht. Op meteen wel. Dit pijn? Nee. Jammer. Wat is nou? Ik weet niet. Pech. Ja, wat krijg je ervan? Ja, dat krijg je ervan. Pesten. Kijk hè, kan wat. Kan jij wat? Ja. Wat kan je dan? Ik heb het wel een beetje koud, jij? Ja joh. Ah joh. Helemaal boeien. Kijk hè. Ja. Bam. Bam! Kijk hè. Ja, nee, dat was weer een goeie. Hier ligt die. Ja, die heb ik al kapot gemaakt. Maar joh, die doet het nog, denk ik. Doe maar. Oh, hij ging niet zo hard, toch? Nee, die doet het niet meer. Ja, doe jij maar één. Op jou? Hartstikke idee. Kijk, ik kan het hard hoor. Even een paar pakken. Zo. Ja, en gooi je ze allemaal tegen de muur aan? Nee. Ja? Ik heb er nog een paar. Zo, dat waren flinke knallen. Jeetje. Waar gaan we nu heen? Naar de nieuwe auto. En deze auto gaan we niet meer meenemen. Ja, die gaan we ook nog meenemen. Deze auto hebben we verkocht. Ja, en dan gaan we nu kijken of we een andere auto kunnen vinden. Ja? Ik heb een eigen telefoon. Ja, en nu weer een ander hoesje omheen gedaan. Ja, kijk. Romy had een andere kleur, die had een beetje donkerder. Ja, maar deze zeep al vastgeplakt, zie je dat? Dat was vorige keer. Daarom heb ik ook nu een hoesje. Ja. Alleen kan ik nog geen foto's maken, maar wel selfies. Waarom een nieuwe auto? Onze auto die heeft wat onderhoud nodig. En ja, we zijn nu bij de nieuwe auto. En ja, gaan we dat nog doen in deze auto? Daartoe hadden we een garage en wilden graag onze auto overkopen. Nou, een leuke deal gemaakt, dus dat hebben we gedaan. Maar nu moeten we op zoek naar een nieuwe auto. En dit is hem. En volgens mij kan je achterin zitten. Nee, je kan niet achterin zitten. Eens even kijken of dit wat voor ons is. Het is in ieder geval een leuke auto. Het stikt wel. Ja, hij ruikt nog niet naar ons, hè. Ja. En een mooi panoramadak. Mam, je hebt een hele grote kofferbak. Nou, dat is makkelijk voor vakantie. En hebben we geen stoelverwarming? Nee, je hebt geen stoelverwarming. Die luxe hebben we niet hier. Maar misschien wel voorin. Ja, voorin wel. Oh. Moet ik hier in Oostenrijk achterin zitten? Ja, in de kofferbak. Lig jij? Nee. Maar hoe moeten we dan al die koffers meenemen? Nou, die leggen we dan hier neer. Dan doen we jou in de achterbak met een matras en dan lekker dekentje. Ja. Even een klein proefritje maken. Om te kijken of alles oké is. Nou, net de auto toch? En nou jongens, dit is hem. Onze nieuwe auto. Helemaal leuk. Hij wordt lekker schoongemaakt nog. En dan halen we hem van de week op. Want Jasmee vond hem natuurlijk stinken. Ik zeg ja, dat moet je even oplossen voor Jasmee. Dus dat gaat hij doen. Helemaal leuk. Nou, wij doen nog even een spelletje Uno. Het ligt op Party & Co. klaar. Want als Boy dadelijk meedoet, dan gaan we Party & Co. Junior spelen. Maar die zit nog heel even Formule 1 te kijken. Oh, de kwalificatie is bijna voorbij. Heb je een beetje goede kaarten? Oh jee. Nou, jij mag beginnen. Zo,
Een productief dagje hebben wij gehad, hè? We hebben een hoop gedaan vandaag. En we sluiten hem af bij? De McDonald's. Bij de McDonald's. Yes! Dat is zo lang, lang. Nee, ik heb echt geen zin te gaan koken, want ja, alles. Het was een drukke dag vandaag, maar we hebben wel alles gedaan, hè? En een mooie nieuwe auto. We konden niet boodschappen. Daar hadden we eigenlijk geen, geen zin meer in. Morgen weer, toch? Morgen weer een dag. Morgen is ook Max Verstappen. Morgen is ook Max Verstappen, ja, zeker weten. Jee, zegt papa. Hè? Hey, en nou, een nieuwe auto natuurlijk. Wel leuk, hè? We gaan iets eerder weg, dus. En wat heb je gehoord? Wie komt er van de week? Oma Diana. Oma Diana komt, hè? Die komt naar Nederland. Die komt lekker op vakantie bij ons eventjes een paar dagen. Zonder lekker weer. Ja, zonder lekker weer. En dus haar kleding ligt er en haar jas. Ja, we hebben altijd alles liggen ook van Oma en Diana. En body warmer. Ja, alles. Dus nou, we hebben weer een drukke week voor de boeg. Morgen natuurlijk Max Verstappen. Ik ben super benieuwd. Super spannend. Vonden jullie dit weer een leuke vlog te doen? Tik het omhoog. Vergeet niet te abonneren. Je komt belletjes jullie. Volgende keer weer. We gaan lekker eten. Doei. Oh, we zijn aan de beurt.